Radio en taalvirtuoos Frits Spits voorspelt een glansrijke toekomst voor Joost Klein en zijn betoverende nummer Europapa op het Eurovisie Songfestival. In een uitzending van het radioprogramma De Taal staat op zaterdag liet Spits zich vol lof uit over het lied en waagde zelfs een gewaagde belofte: Als hij niet wint, eet ik mijn microfoon op, verkondigde hij vastberaden. Volgens Spits is het nummer een meesterwerk, een briljante vondst en uiterst slim gecomponeerd. Hij voorspelt dat Europa Joost Klein als een koning zal verwelkomen. Met name het aangrijpende slot van het lied, waarin Klein een emotionele boodschap aan zijn overleden ouders overbrengt, ontroerde Spits diep. Hij is ervan overtuigd dat Nederland hoge ogen zal gooien op het Eurovisie Songfestival dankzij deze krachtige inzending. Klein onthulde Europapa eerder in de week tijdens het programma De Avondshow met Arjen Lubach, waar het lied overwegend positieve reacties ontving. De bijbehorende videoclip ging viraal en werd binnen één dag al 2,5 miljoen keer bekeken. De voorspellingen van Frits Spits voegen een extra dosis spanning toe aan de opkomende competitie en muziekliefhebbers in heel Europa kijken rijkhalsend uit naar de prestatie van Joost Klein op het Eurovisie Songfestival. De bus rond Europapa lijkt onstuitbaar, en de verwachtingen zijn hoog gespannen voor dit Nederlandse meesterwerk.